Do you want to go to the seaside? Moet je weer teleurstellen, jongens? Oh, is het daarom zo rustig? Ja. We zijn al 3 dagen keihard bezig om het weer op te lossen. We hopen morgen weer open te gaan. Do you want to go to the seaside? Alle apparatuur die we nodig hebben, die is er. Okay. En de jongens gaan net zo lang door tot ze vandaag klaar zijn, hoe laat het ook wordt. En bij deze pomp, die hebben ze er net alweer opgezet. En ze zijn nu alles aan het uitlijnen, dat alles precies op één richting staat. Zodat de lagers allemaal goed blijven. Oh ja, want anders gaat het er rammelen. Dan gaat het er rammelen en dan vliegt hij mezelf weg. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, het is onder water gelopen. Er is daar een leiding. Is door een drukgolf in de waterleiding is die waarschijnlijk losgesprongen. Ja. Nou, toen is er 8000 kubieke meter water is in het pomphuis gelopen. En dat is de hele nacht doorgegaan. En dan alles tot op dit niveau heeft het allemaal onder water gestaan. Dus alle pompen, alle kleppen, alles wat elektrisch is allemaal doorgebrand. Nou ja, voordat je dan alle spullen bij elkaar hebt, dat duurt een dag. Voordat je de verzekering er alles geregeld hebt. Ja, en dan moet alles, al die pompen, alles is naar de werkplaats in Rotterdam geweest. Daar hebben ze alles weer gerenoveerd en gerepareerd. Ja, en dan komen ze het vandaag weer terugplaatsen. Nou ja, de medewerkers komen het pomphuis in. En die horen dat er geen geluiden zijn. En vervolgens zien ze dat water wat over de vloer loopt. Ja, en dan beginnen de telefoons te rinkelen bij degene die daarover gaan. Ik bijvoorbeeld. En dan krijg ik dat bericht. Hoe laat was dat dan? Ik kreeg het bericht om 9:55. Tussen om 10:50, 11 was ik hier. Nou, dan ga je de brandweer bellen, de verzekeringen bellen, de leveranciers bellen. Van wat kan je doen? Haal alles uit de kast. Waterleiding gesprongen. Nou ja, niks aan te doen. Fietsen we maar weer lekker naar huis. Kom je hier vaak dan? Als het even kan wel. Lekker met een boek onder de boom. Lekker uitrusten. Thuis blijf je maar aan de gang. Ja. Aan de gang waarmee? Nou, even dit, even dat, even gauw dit schoonmaken. En hier zit je lekker op je gemak. Kopje koffie, lekker boek, af en toe een plons. Gezelligheid. Maar wat een ellende, hè? Want ik zie wel meer mensen komen en weer bedroefd afdruipen. Ja, het is een ellende. Het is een van de weinige zwembaden hier nog in de buurt. En ze missen een hoop inkomsten, terwijl ze het van het zomerseizoen moeten hebben. Dus ik vind het heel erg voor ze. En normaal gesproken hebben we ook die 2.500 mensen op zulke hete dagen in het begin van de vakantie. Die heb je ook wel nodig om je budget kloppend te krijgen, hè? Ja, die heb je nodig. Dit zijn de gouden dagen die we misgelopen zijn. Dat is heel vervelend, maar het is gewoon zo. Is dat ook verzekerd? Wij hebben het en gelukkig heeft de gemeente dat verzekerd, ja. Als ik zie de inzet en hoe bedrijven dit oppakken, ja, dat is gewoon geweldig. En de leveranciers uit Rotterdam, TCR, dat die bereid zijn om 's nachts door te werken, om alles klaar te maken, om hier vandaag te staan en alles weer te monteren. Want iedereen is ervan overtuigd, wij moeten morgen weer open. En dat gaat ook gebeuren. Wij gaan donderdagochtend gewoon om 11 uur open. On the seaside. On the seaside. In the...